Welkom bij Brain Pickings, de podcast voor HR-professionals, leidinggevenden en ondernemers. Ik ben Leslie, founder van Zigzag HR. En met Zigzag HR dagen we jou uit om jezelf en je vakgebied heruit te vinden. Abonneer je dus zeker op dit YouTube-kanaal of volg ons op jouw favoriete podcast-kanaal. Ik heb vandaag Ludover Straten op bezoek op de Zigzag HR-kantoorboot. De manier waarop we omgaan met onze medewerkers op de werkvloer fascineert hem mateloos. Het is zijn grote overtuiging dat de manier waarop we dit doen het engagement van medewerkers mee bepaalt en dus ook het succes van onze organisatie. Een van de vele dingen die daartoe bijdragen, is het uiten van authentieke waardering naar medewerkers toe. Alleen één op drie medewerkers in Nederland en België krijgt nooit waardering. Dat moet anders en dat kan ook anders. En met zijn boek Waardering werkt, wil hij leidinggevenden, HR-professionals en iedereen die met mensen werkt, inspireren en handvaten aanreiken. Iemand oprecht waarderen kost niets, maar is onbetaalbaar, zegt hij. Maar ik heb zijn boek gelezen en kruip naar aanleiding daarvan natuurlijk heel erg graag in zijn hoofd. Welkom! Dag Ludo. Hey Dag Leslie. Hallo. Alles goed met jou? Alles prima. Het ja. zonnetje schijnt, is altijd leuk. Ja, maar je bent niet met de fiets gekomen. Hè? <laughs> Vandaag niet, ietsje ja, ja. Alhoewel, voor jou is dat volgens mij niet te ver. Hè? Nee, maar zie je me hier al zitten, bezweet en nat. We <laughs> hebben <vindt> een douche. <laughs> <laughs> maar kijk, dat is misschien volgende voor keer. de volgende keer. voilà. Ludo, ik, ik weet dat je geen fan bent van herkennings- of waarderingsprogramma's, omdat ze doorgaans voortvloeien uit een beslissing vanuit de directie, die de directie dan alleen heeft genomen, in de hoop op die manier medewerkers te motiveren. Dag van de secretaresse, dag van werkplezier, allemaal niet en jou besteedt. Daar gaat waardering niet over, zeg je. Waarover gaat het dan wel? Wel, ik ga nu niet zeggen dat ik heel karmel tegen al die dingen ben, hè. Mm -hmm. maar voor mij waardering is echt te maken met pure aandacht en verbinding met de medewerker. Mm -hmm. En dat doe je op een authentieke manier door gewoon er te zijn voor die medewerker, hem aandacht te geven en die verbinding te maken. Mm -hmm. Kan dat met geschenkjes en weet ik wat we allemaal, misschien ook, maar denk de absolute voorwaarde of voor mij het basisprincipe is dat die medewerker voelt dat wat ik zeg of wat ik doe als leidinggevende of als collega, ja. want waardering tussen collega's kan ook, dat dat oprecht en gemeend is. Mm -hmm. En voor daar... Daarover gaat het voor mij, over niet-financiële, niet-materiële waardering. Ik zeg niet dat die niet goed zijn, mm -hmm. op voorwaarde wel dat die authentieke aandacht, die cultuur van oprechte aandacht, de ja. verbinding met elkaar aanwezig is. Ja, ja, ja. dus op zich, als ze op zich staan zonder die cultuur, geloven er niet in, nee. maar het kan zeker toegevoegde waarde zijn Absoluut. op voorwaarde dat die cultuur er is. Zeg, wat is dan het verschil met erkenning? Wel, er zijn al, toen ik dat boek schreef, hè, er zijn heel veel begrippen. En dan moet je altijd zeer goed oplossen waarover ja. heb ik het nu eigenlijk? Mm. En je hebt begrippen als waardering, erkenning, beloning. En eigenlijk, erkenning heeft meer te maken met... Uh, we kijken wat we gedaan hebben, we kijken naar het verleden. En mm. daarvoor ga ik jou erkennen. Hè. Denk ja. maar aan de klassieke evaluatiegesprekken... Ik haat het. <laughs> ik weet het. Dus schaf dat af. Men um, kijkt dan terug naar het verleden. En wat heb je nu gedaan? En oké, okay, als het goed was, we gaan jou, jou daarvoor iets geven. Mm -hmm. Dus herkenning heeft veel meer te maken met het realiseren van een bepaald resultaat. Dan eigenlijk van waardering voor wie je eigenlijk bent als persoon. Mm -hmm. Ik geef misschien een voorbeeldje van, van mijn moeder in de tijd. Ik ben nooit gewaardeerd geweest door ja. mijn moeder. En we gaan het daar niet verder op hebben. Maar ik ben een kind uh, van wie de moeder. Weinig waardering gaf aan haar kind. Maar toen ik de eerste van de klas was, en dat was vaak in het lager onderwijs, we waren ook maar met vijf in de klas. <lacht> <lacht> dus ik was vaak de eerste, dan gaf mijn moeder een geschenk. En ik herinner mij, ik kreeg de boeken van Kero maar. De mensen van onze leeftijd die tiener waren in de jaren zeventig, die gaan we nog wel kennen. Een reeks uh -huh. op de BRT toen. Mm. Ik, dat was voor mij fantastisch. Drie boeken van Kero maar, Met Mike Verdrink en Janine Bisschops als hoofdfiguren. Ja, ja. Maar waarom gaf mijn moeder dat? Omdat ik de eerste van de klas was voor mijn resultaat, niet voor mij als persoon, ah, wel als ja. erkenning voor mijn resultaat dat ik bereikt had. Ik heb nooit een knuffel gehad van mijn moeder, ik heb nooit waardering gehad van mijn moeder, dat heb ik nooit gehad. Ik was natuurlijk wel blij als kind toen ik die boeken kreeg, mm -hmm. maar later, als je daarover nadenkt, en ook ja, in bedrijven, je kunt op het eind van het jaar een prachtig cadeau krijgen, maar gedurende het hele jaar niet gezien geweest door je leidinggevende. Okay. Ja, dan maakt dat het het inderdaad heel, ja, dan maakt het heel concreet. En ja. dat mensen zich daar meteen iets kunnen bij, bij voorstellen. Nu, als we het over waardering en erkenning hebben, moeten we het ook wel over verloning hebben. Hoe groter de financiële beloning, hoe slechter de prestatie, zegt Daniel Pink. Je hebt die quote mee opgenomen in je boek. Het is niet omdat je een hoge bonus ontvangt dat je je waarde, gewaardeerd voelt. Wil dat dan zeggen dat loon er helemaal niet toe doet? Nee. Dat ga ik ook, straks ook nog uh, uh, verder over uitweiden. Mm -hmm. Maar kijk, um, ik ben enorm gefascineerd door de manier waarop Kilian Wawoo daar naar kijkt. Mm -hmm. Kilian Wawoo is iemand uit Nederland die er heel veel research naar gedaan heeft. Die man komt er ons uit de banksector. Mm -hmm. Een banksector waar vroeger, zeker vroeger, heel wat hoge bonussen konden verdiend worden door prestaties ja. te realiseren. Hè. Hij voelde zichzelf daar ook niet goed bij. Want hij zegt van kijk, als je iets wilt presteren. Dan moet je dat, hè, het is een beetje leunt aan bij de zelfdeterminatietheorie. Mm -hmm. Dan is het goed dat je dat zelf wilt doen, dat werk, en dat je het ook kunt gaan doen. Ja. Maar als een van die twee aangeraakt wordt, ik ga een mooi voorbeeld geven wat hij gedaan heeft. Hij heeft mm -hmm. zo'n een, 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 een testje gedaan. Ik weet niet hoe het heet in het Nederlands, zo'n een, 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 een bibberkabel. Een bibberdraad, ja? zodat ja, je ja, met zo ja. he, en daar rond moet. He. En hij, was, hij gaf een uh, keynote in Nederland ergens. Uh, ik heb het filmpje gezien van hem. En hij vroeg: Kijk, ik heb hier zo een bibberdraad. Uh, ik vraag iemand die met goesting dat eens wil doen. He, met, met zo, he, mm -hmm. de klepel of hoe heet dat? He, rond ja, de klepel. Ja, 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 voilà. ja. Fantastisch om te zien. Een paar dames staken hun hand op. Iemand ging naar voren. Iemand die waarschijnlijk dacht: Ja, ik doe dat graag. En, kan ik, dat ik, goed. Ik, en ik kan dat <laughs> goed. En inderdaad, start de knop. De kroon werd ingedrukt. He, ze deed haar zonder eind fout, had zij dat gedaan in ik zeg maar iets, 26 seconden. Ja. Bon, de zegt, ja, goed gedaan zegt hij, alhoewel, het is veel te traag. Ik ben nu een manager, ik wil hebben dat je het sneller doet. Ja. Kijk, zegt hij, als je het nu sneller doet, en hij legt 50 euro op de tafel, dan krijg je van mij die 50 euro. Die dame wist dat niet vooraf, hè, dus die dame, ah, oké, okay, herbegint, wat gebeurt er? Het lukt niet. Het lukt niet. Het lukt niet, zoals, zoals onder druk. En daar heb je het fenomeen van de zelfdeterminatietheorie. Het was voor haar niet meer van: ik wil dat graag een keer doen, ik moet het hier nu doen. Dus haar autonomie was een stuk aangevreden. Ze moest het doen om dat geld te kunnen krijgen. En dus als je, als je eigenlijk gaat um, raken aan de principes van dezelfde de zelfdeterminatietheorie door materiële en financiële vergoedingen daar bovenop te gooien. Dan hmm. krijg je problemen. Ik zeg niet dat het niet kan, hè, maar je hmm. moet altijd hè, zorgen voor dat de medewerker autonoom nog altijd zijn ding kan doen. Dat hij het nog altijd zelf wil. Intrinsieke motivatie. Ja. Zorg ervoor dat hij ook vaardig is. Want had die dame de tijd gekregen om misschien te oefenen voor een snellere tijd, had ze het misschien wel ingeslaagd. Ja, ja. Maar haar vaardigheid op dat ogenblik was onvoldoende. Ja. En ze heeft de kans niet gekregen om zich bij te scholen. Dus de C van competentie hè, en de APC van de. Dus als je daaraan tormt. Met dat soort bonussen of stimuli, dan leg je druk bij de medewerker hey. en dan gaat hij dat werk doen. Niet meer zoals hij vroeger zei van, of voelde: Ik doe dat graag, ja. dus ik wil dat doen, ik kan dat ook. Maar nu van ja, ik moet het doen om dat geld te krijgen. En ik heb nooit geleerd om het tegen een bepaalde snelheid te moeten mm, doen. Okay. Dus dat is heel, uh, wat doen heel veel bedrijven tegenwoordig om toch uh, de prestaties omhoog te krijgen, is juist jongleren met al die stimuli. In plaats van eigenlijk wat ik dan noem het goede gesprek aan te gaan met een medewerker mm. en te kijken naar de toekomst. Je vroeg mij het verschil met de herkenning, yeah. dat is kijken naar het verleden. Uh, maar eigenlijk is het veel uh, waardevoller om te kijken naar de toekomst. Oké, okay, yeah. wat verwachten wij van jou? Mm. Is dat duidelijk voor u? Mm. Kunnen we het daar eens over hebben? Wat heb je nodig? Wat moet je leren om het beter te doen? Hoe gaat het vandaag? En kijken naar de toekomst. En dat, is veel, um, ja, dat geeft veel meer energie. Uh, en, en motivatie aan die medewerker. Ja, zeer zeker. Ik vind het wel fijn hoe je daar altijd zo'n voorbeeld naast zet. Je kunt direct begrijpen wat je, wat ja. wat je bedoelt en je, je ziet het ook gewoon gebeuren op die manier. Um, nu, wat maakt dat medewerkers met veel goesting naar hun werk uh, gaan? Om een antwoord op die vraag te formuleren heb je heel veel onderzoeken uh, geconsulteerd, waar je uiteindelijk tot vijf drivers gekomen, die je dan ook in een schema hebt gebundeld in je boek. Werk, werkplek, organisatie, leidinggevende en het loon. Kan je ze misschien kort even overlopen? Ik ja. moet natuurlijk niet alles vertellen, want moet lezen en de kopen. Dingen, voilà. Maar de grootste ja. lijnen en zo met een aantal ja, tips misschien naar ja. HR-professionals. Absoluut. Toe. Ja. Um, wat mij opviel in al die onderzoeken, want ik schrok wel, er is wereldwijd door heel veel organisaties, heel veel verschillende landen daar mm. onderzoek naar gebeurd van wat verlangen medewerkers ja. eigenlijk? Want uiteindelijk stel als organisatie dat hij dat zeer goed weet, wat jouw. Wat mm -hmm. mijn medewerkers verlangen, ja, dan kan ik daar beleidsmatig wel een aantal dingen mee gaan doen. Als je dat, als je dat niet weet, is het natuurlijk een groter probleem. Ja. Nu, heel veel onderzoeken, inderdaad, en ook veel interviews die ik heb afgenomen daarover. En um, wat mij opviel, was inderdaad dat je al wat ik daar uh, las en uh, vaststelde, dat ik die inderdaad in vijf grote thema's kon gieten. En het eerste heeft natuurlijk, een, het is ook niet sensationeel, hè? het is redelijk logisch allemaal. Het eerste heeft natuurlijk te maken met. Het werk op zich. Mm -hmm. Mensen, het is weer een de, beetje de zelfdeterminatietheorie. Mensen willen eigenlijk zin, heel zinvol bezig zijn. Zij willen iets doen waar ze voelen: ik draag bij tot een groter geheel. Mm -hmm. Door mijn, wat ik hier doe, zal het, de organisatie ook succesvoller worden. Ja. Dus ze willen echt wel zinvol bezig zijn, um, met een zekere autonomie en mm -hmm. de kans krijgen om. Competent dat te kunnen doen. Want de ja. grootste driver voor een medewerker om met hoesting en met de smile naar het werk te gaan, is de kans krijgen groeien en ontwikkelen. Mm -hmm. Dat is de grootste driver. Voorwaardering krijgen nog zelfs. Dus uh, de kans krijgen om zich voortdurend te ontwikkelen, mm -hmm. om hun werk nog beter en nog zinvoller te kunnen invullen. Dat is het werk. Tweede, de werkplek. En werkplek is mm -hmm. zeer algemeen tegenwoordig. Dat kan thuis zijn, dat kan op kantoor zijn, dat kan op een boot zijn, <laughs> dat kan overal <laughs> zijn. Mm -hmm. Maar zorg ervoor als werkgever, daar waar u medewerker ook werkt, dat hij de nodige tools heeft, dat hij comfortabel kan werken, dat er toch verbinding is. Ja. Op kantoor kan dat fysisch zijn, maar anders kan dat ook op een andere manier zijn. Dus dat er sfeer is, dat er ook eens gepraat wordt over niet werk gerelateerde ja. zaken. En dat, er is, dat is een tweede grote ding, de werkplek, de sfeer op de werkplek. Een derde grote, ja, dat is een hele belangrijke, daar kan ik een paar uurtjes over bezig zijn, leiderschap. Mm -hmm. um, medewerkers willen echt wel een leidinggevende... Die eigenlijk wel heel duidelijk is en betrouwbaar is. En met ja. duidelijk wil ik ook benoemen. Een leidinggever durft zeggen: Ik weet het niet wat je mij nu vraagt. Dat is mm -hmm. ook duidelijk voor de medewerker. Ja, ja. Maar zal je erbij zeggen hoe je leidinggeeft? ik zal voor u dat uitzoeken en volgende week kom ik met een antwoord. Mm -hmm. he, een, een betrouwbaar iemand die hen op tijd en stond waardeert op een authentieke manier. Dus dat, dat men voelt: Het is echt. He, mm -hmm. En niet maar omdat hij het geleerd heeft dat hij dat moet doen, want medewerkers voelen dat wel. Ja. Dus echt een betrouwbare uh, leidinggevende die heel duidelijk is naar hen en hen goed vertelt: van, Wat verwacht ik nu van jou? Dat dat duidelijk is ook. Ik heb in corona gemerkt in mijn vorige werk dat medewerkers die dan lange tijd thuiswerken en niemand zien, dat was een grootste behoefte van hun leidinggevende, zeg mij wat ik moet doen, wat er moet gebeuren, want we zien elkaar weinig, zodat ik weet dat ik zinvol mijn job ja, kan ja. invullen. Ja. Dus als leiderschap, derde, mm -hmm. het vierde is organisatie op zich. Ja. Medewerkers gaan de voorkeur geven aan een organisatie waar ze voelen intern, daar heerst vertrouwen. Wij mogen daar fouten maken, we leren daaruit. Ook vertrouwen van de organisatie en de maatschappij. Dat mm -hmm. de maatschappij vindt van, ah, dat is een, een, ja, een maatschappelijk verantwoord onderneming, om het maar zo uit te drukken. Maar ook een financieel gezonde uh, onderneming, dat vinden ze ook wel belangrijk. Ja. Uh, en ja, dat vertrouwen heb ik juist genoemd, waar ze voelen van, ja, wij kunnen daar zijn wie wij zijn. Ja. Ja, dus de organisatie op zich. Uh, en dan het loon als vijfde. Ik heb ja. het loon erbij gezet, waarom? Het loon is geen motivator. Het loon kan een demotivator zijn als het niet billijk is. Mm -hmm. Dus medewerkers vragen niet torenhoge vergoedingen of bonussen. Eigenlijk vragen zij dat niet. Zij vragen wel dat ze billig uh, vergoed worden voor wat zij doen. Mm -hmm. En ik geef ook een voorbeeldje vanuit, uh, uh, vanuit de actualiteit. Begin dit jaar waren er stakingen in Groot-Brittannië. En ik zie in de medische sector... En ik zie nog een verpleester op straat. Uh, die werd geïnterviewd en die zegt van... Kijk, applaus krijgen uh, voor al wat wij doen, dat is leuk. Maar ik koop daar geen brood mee. Mm -hmm. Ons loon in Groot-Brittannië was, dat was 18 jaar geleden geloof ik, nog eens een verhoging was geweest. Wow. Wij willen toch wel billig vergoed worden voor wat wij doen. Ja. En eens dat het loon billig is, dan spelen die eerste vier elementen een veel grotere rol, hebben een, groot, een veel groter impact. Ja. Dus vandaar dat ik loon er toch bijvoeg mm -hmm. we moeten eerlijk zijn, we hebben allemaal graag op het eind van de maand, ja, ja. Hè? we gaan gaan werken ook voor dat geld, maar het is geen doorslaggevende factor als het, ten eerste als het loon billijk is en als die vier eerste factoren voldoende aanwezig zijn. Ja. Oké, okay. heel, heel helder. Nu, hoewel er tal van studies zijn die aantonen dat waardering werkt, rendeert, zetten... Heel veel organisaties er eigenlijk nog altijd niet echt genoeg of op de juiste manier op in voelen mensen zich wereldwijd niet of toch zeker onvoldoende gewaardeerd, onvoldoende erkend. Dan vraag ik me af: allie, We weten het, hoe, hoe komt dat dan? Is dat, vinden we het te soft? Hebben we er geen tijd voor? Willen we de mensen niet verwennen? Uh, vinden we dat ze het niet verdienen? Wie, 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 hoe komt dat dan? Daar zijn ook uh, onderzoeken naar gebeurd. Hè? En ik uh, refereer ook een beetje naar wat er dit jaar bij ons is gebeurd in Vlaanderen. We hebben een aantal organisaties gezien waar opeens de druppel uh, de ja, ja, overloopt. Ja. We gaan hier geen namen noemen, het gaat daar niet over. Mm -hmm. En ik, ik denk zo ook met heel met het welzijnsbeleid en de, de, de well-being-tendens die nu echt wel speelt, dat bedrijven mm -hmm. stilkens aan toch beseffen, Ho, we moeten toch wel wat mm -hmm. aandacht geven aan onze mensen. Het is niet gemakkelijk. Hè? Het gaat over cultuur van waardering ja. en dat is niet evident. Um, en soft, ik hoor, het, ik hoor het woordje soft absoluut niet ja, graag, ja. want het is juist niet soft. Want mm -hmm. een van de redenen dat het onvoldoende gebeurt is, en dat is een onderzoek, ik herinner mij me niet meer welk onderzoek, maar heel recent, dat leidinggevende zou zeggen. Eigenlijk besef ik wel dat het belangrijk is dat ik mm -hmm. mijn mensen waardeer, maar één, ik heb de tijd niet daarvoor, want... Ik moet je deadlines halen, een ja. rapport moet gemaakt worden, die objectieven moeten worden. Ik zit gewoon een hele dag bezig om, om ervoor te zorgen, op dat dat al die dingen lukken. Of twee, ik heb het nooit geleerd. Ik weet absoluut niet hoe, hoe ik dit ik moet eraan? doen. Ja. Ik heb het nooit geleerd. Er zijn leidinggevenden, ik heb er echt ooit een zo voor mij gehad, die letterlijk zegt van, kijk Ludo, ik betaal mijn mensen, punt. Zij moeten gewoon hun job doen. Het is niet aan mij om constant een schouderklopje te geven. Zij worden betaald voor wat ze doen en ik verwacht dat ze ook goed doen. Dat bestaat dus nog altijd vandaag in België. Dus ja. dat soort mensen. Ja. Um, je hebt dan andere leidinggevenden of managers die zeggen van kijk, als ze zeer goed presteren, onze toppers, die ga ik waarderen. Maar die anderen... Ja. En dan heb je natuurlijk een, 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 een heel nefast gevolg daarvan. Als je enkel je toppers constant gaat waarderen en belonen, dan negeer je eigenlijk een hele groep van mensen die het echt wel goed doen, maar die eigenlijk nooit gewaardeerd worden voor wat zij doen, laat staan voor wie zij zijn. Dat is ook niet gezond. Yeah. En dan heb je ook zo vanuit de psychologie de negativiteitsbias. En ik kan dat herkennen bij de Vlamingen. Ik heb het ook in mijn boek geschreven. Wij zijn zagers en klagers als Vlamingen. Ik weet yeah. dat wij... wij het is nooit goed. Het <laughs> goed. is te warm En, voilà. ja, en ja. ik herinner mij ook een juffrouw in de school. En die, die heeft, die bij wijze van spreken, verbruikte tien rode bieks ten opzichte van één biek. Ja, Waarmee ja. ik wil zeggen, al wat je slecht deed, dat werd constant in de verf mm -hmm. gezet. In plaats van ook te kijken naar wat doen we eigenlijk goed. Dus dat is ook zo'n beetje reden. Maar ik denk dat ook, een, een, een laatste elementje misschien daarin, je moet dat wel beleidsmatig gaan aanpakken. Hè? Misschien straks naar over spreken. En als je niet weet hoe je dat moet doen... Ja, dan, dan wordt dat ook wel moeilijk. En het, is, ja. het zal niet volstaan om inderdaad daar eens een fruitman te zetten of dan een yogales, de klassiekers zoals we mm -hmm. altijd lezen. Dat zal niet helpen. Je moet daar beleidsmatig over nadenken. Je moet daar visie over hebben. En dan kan je een aantal dingen gaan doen. Ja. Um, en ik um, adviseer altijd bedrijven. Hè, ze hebben allemaal doelstellingen in hun beleidsplan. Dat zijn heel vaak financiële doelstellingen, uh, dingen rond product of dienstverlening, um, richting hun klanten, um, tevredenheid van de klanten. Ik adviseer altijd. Pak minstens één doelstelling die gaat over jouw mensen en organisatie. Ja. Zodanig dat je van daaruit dingen kunt gaan doen om binnen... Uw ja, en dan onderneming dat je er ook tijd en aandacht en, en, en gaat en aan hebben. Die tijd he? nodig. Ja. En de waarderingscultuur is niet meer in vingernijp dat je gaat uh, nee. implementeren. Ja, ja. Oké, okay, heel, um, heel helder. Nu, nee, ik wil het met jou ook over, over geluk en, en werkgeluk hebben. Ik, ik hou echt niet van dat idee van werkgeluk. De aanname dus ik, dat, dat mensen ervoor... Ja, bedrijven <laughs> moeten ervoor zorgen dat mensen gelukkig zijn. Oef. Um, werken is geen Tomorrowland. En ik, ik neem die uitspraak bewust, dat is een titel toevallig van een boeiende ja. podcast van Kathleen Nijsmans. Ik vermeld daarom dat je een quote aanhaalt van David de Prins, haar partner. Als je in de werkomgeving 99% van de tijd uitgesproken prettig voelt, dan is de kans erg klein dat je veel zoden aan de dijk aan het zetten bent. De kans is groot dat je verdwaald bent op Tomorrowland. Heel Interessant vond ik ook de passage in uw boek over de geluksprofessor, ja. een boek geschreven door Patrick van Hees en zijn boek Geluk is Dom. Ja. Je zit daar heel veel aandacht aan in uw boek. Waarom en welke boodschap wilt je daarmee? Ja, door okay. overbrengen. Ik heb al um, verschillende discussies gehad. Ik, ik heb het bijvoorbeeld niet voor de chief happiness officer. Nee. Echt nee. waar, de verantwoordelijkheid dat medewerkers gelukkig zijn mm. ligt niet bij de werkgever. Ik ben daar heel duidelijk in. De verantwoordelijkheid voor het geluk van de medewerker ligt niet bij de werkgever. De grootste verantwoordelijke voor het geluk van de medewerker is die medewerker zelf. Mm -hmm. In de spiegel kijken en zelf nadenken over een aantal dingen. Wat wel waar is, is dat een organisatie dingen kan doen om een omgeving te creëren ja. waar die medewerker eventueel zijn geluk vindt. Ja. Ik refereer even naar dat vorige item van wat verlangen medewerkers. Mm -hmm. Daar hebben medewerkers wereldwijd niet gezegd: ik wil gelukkig zijn op mijn werk. Nee. Dat wordt niet gezegd. Men wil wel zinvol bezig zijn. En, de, en dat zijn allemaal elementen waar de werkgever wel kan op spelen. Absoluut. En die zullen leiden tot de mogelijkheid dat die medewerker zich gelukkig voelt. Ja, is goede dat is voor hem en, ja, ja. belangrijk. Ja. Mm -hmm. Dus is de werkgever verantwoordelijk voor het geluk en laat staan werkgeluk van de medewerker? Absoluut niet. Ik mm -hmm. kan wel een omgeving creëren waar die medewerker de, dat zelf kan gaan realiseren. Mm -hmm. En Patrick van Ees heb ik ontmoet uh, in, in Cambridge, uh, ook met, op een cursus. Mm -hmm. Hij heeft inderdaad een paar boeken geschreven. En geluk is dom, ik vind dat fantastisch om uit te leggen wat eigenlijk geluk is. En het is wetenschappelijk onderbouwd mm -hmm. door studies in Cambridge. Hè. Het is niet zomaar een fluffy ding. Maar ik vind het heel een heel eenvoudig concept om uit te leggen waar geluk eigenlijk over gaat. Mm -hmm. En die dom, dat staat, zijn drie letters voor drie begrippen. De D staat voor doelstelling. Het is bewezen dat mensen... Die een doelstelling hebben in hun leven, hoe klein of hoe groot ook. Mm -hmm. dat, dat kan zijn: ik wil volgend jaar eens vijf kilometer kunnen lopen. Uh, ik wil de mal van toe beklemmen, okay. hè, om toch maar mijn voorbeeldje te geven. Of ik wil gewoon de tijd nemen om met mijn kleinkinderen uh, iets te gaan doen. Dus gewoon. Doelstelling hebben, ja. dat je zegt, van, kijk, dat is ook weer dat zinvol bezig zijn. Ja. We willen in ons leven zinvol bezig zijn. Um, hoe groot of hoe klein ook, het is bewezen dat mensen die doelstellingen hebben, doorgaans gelukkiger zijn mm -hmm. dan mensen die geen doelstellingen hebben. Mm -hmm. Dat is een eerste. Tweede O van oplaadpunten. Dat is de tijd nemen voor jezelf om eens te reflecteren, um, rustig na te denken, voor jezelf te zorgen, zelfzorg. Dat kan zijn een bad nemen met een paar kaarsjes op de rand van dat bad en, en eventueel een glaasje bubbels in uw hand. Dat kan ook terug zijn, we gaan fietsen. Dat kan een glaasje gaan drinken zijn met een vriend of een vriendin op een terras. Dus oplaadpunt, momenten voor jezelf om aan zelfzorg te doen. Mm -hmm. Mensen die dat niet hebben, zijn ongelukkiger dan mensen die dat wel ja. hebben. En een derde is in wat mensen, een hele belangrijke, de verbinding met mensen. Kijk maar naar onze studenten tijdens coronatijd, vandaag mm -hmm. nog altijd... Hebben we mentale uh, gevolgen voor een aantal jongeren die eigenlijk in die coronatijd bijna niemand gezien hebben? Ja. Dus mensen die een, echt een uitgebreid netwerk hebben, die heel veel contacten hebben met andere mensen, zijn ook doorgaans gelukkiger dan uh, mensen die dat veel minder hebben. Mm -hmm. Dat is heel kort uitgelegd, maar daar zit heel veel achter. Yeah. Um, een heel mooi boekje heeft hij daar trouwens over geschreven. Maar als ik dan zeg, uh, of als ik dan vraag, wie is verantwoordelijk yeah. voor, het, voor uw geluk, dan ben je zelf en dan kan ik daar wel een keer aan de slag. Heb ik doelstellingen in mijn leven? En wat zijn mm -hmm. die dan? Laat, laat me daar eens over nadenken. En als ik die niet heb, misschien moet ik eens nadenken om dat toch professioneel, privé een aantal te definiëren. Heb ik oplaadpunten? Heb ik de mogelijkheid om eens te zeggen: Kom aan, Ludo, nu ga ik eens een beetje aan zelfzorg doen en ik ga mezelf verwennen. Wat dat ook mogen zijn, mm -hmm. hè? oplaadpunt. En drie, zie ik mensen genoeg? Heb ik voldoende verbinding met mensen? Dit Wachter zegt dat ook zo mooi. Hè? Yeah. Het is juist die verbinding met mensen dat maakt dat mensen gelukkig zijn, dat ze een doel hebben in het leven, dat ze ertoe doen dat ze gezien worden. Want mm -hmm. als je wilt gezien worden, moet je wel verbinding hebben met andere ja. mensen, hè? anders word je niet gezien. Dus de filosofische insteek, maar dat speelt allemaal een rol. Dus vandaar dat ik dat begrip geluk ook meegepakt heb in mijn boek. Maar ik heb het niet voor chief happiness officers. Ik vind niet dat de organisatie um, zich verplicht moet voelen om zijn medewerkers gelukkig te maken. Ik vind wel dat een organisatie goed moet nadenken en moet beseffen: als ik medewerkers heb, die goed in hun vels zijn, die goed in hun schoenen staan, en ik ga door een omgeving creëren om dat te bevorderen, mm -hmm. dan is dat goed voor die medewerker, maar het is ook goed voor de organisatie. Absoluut, want die ja. komen happy werken, die komen blij werken, die zijn gemotiveerd, die zijn geëngageerd, en die gaan misschien de extra maai wel lopen. Ja, want eigenlijk komt het er dan een stukje op meer, die, die verschillende elementen dat je dan benoemt. Het is niet de opdracht van de werkgever om te zorgen dat mensen gelukkig zijn op het werk, maar door het werk zo te organiseren, door de werkomgeving zo te creëren, door ervoor te zorgen dat de juiste leidinggevenden op, op, op die plaats zitten, dan ja, dan gaat wel in een aantal factoren voldaan zijn, waardoor dat, dat die persoon, ja, ik noem dat dan beter in zijn vel zit, maar dat de kans groter is dat, dat, dat die persoon echt het gevoel heeft: van ik, dat doet er hiertoe, ik voel mij gezien inderdaad, ik voel mij content. Ik ben eigenlijk ja. nee, wel gelukkig, ja, zoiets. Ja. Dat ja, is zeker ja. zo. Ja. ja, alright. Nu dat waardering er wel degelijk toe doet, dat maak je dus heel duidelijk in je boek, maar je doet dat ook, en dat vond ik superboeiend door vanuit verschillende invalshoeken te kijken. Vanuit de psychologie, vanuit de filosofie, vanuit de, wat de waardering doet voor ons brein. stond er ook een groot stuk in. Laten we ons nu vanuit gaan dat bedrijven eigenlijk wel overtuigd zijn van belang, dat ze de meerwaarde, het rendement van waardering, dat, dat ze dat weten. Maar dat, dat eigenlijk het grootste probleem is dat ze gewoon niet weten hoe dat ze er moeten aan beginnen. Dat dat het enige issue nog is. En jij mocht hen op weg zetten. Ja. Wat is het eerste... Wat ze dan moeten doen? Of, of wat, zijn, wat zijn een aantal heel concrete tips die je dan kan meegeven? Ja. Well, het eerste wat ik dan doe, is eerst mijn oor te luisteren leggen. Mm -hmm. De sfeer opsnuiven van die organisatie en vertel eens waarmee zijn jullie bezig zijn, hoe zitten jullie beleid met elkaar, dan hoor je al heel veel. Ja. En dan, dan, je voelt dat, je, 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 je ruikt dat bij wijze van spreken. Mm -hmm. En zoals je straks zei, een van de zin, dingen die ik naga is: is hier een doelstelling mee opgenomen over mensen en organisatie? Want als ja. het er niet is, hoe kan hij dan beleidsmatig dingen gaan doen? Ja. Bijvoorbeeld bij mijn laatste werkgever, Dela, hadden wij een doelstelling. Uh, wij willen uh, betrokken, trotse en vitale medewerkers. Mm -hmm. Dat klinkt misschien kort en bondig, maar ik kan u garanderen, van daaruit zijn er heel wat projecten en activiteiten opgestart om ervoor te zorgen dat onze medewerkers betrokken worden, vitaal blijven en trots zijn op wat ze doen. Dus dat moet je hebben als, als doelstelling op lange termijn, als visie, om heel concreet dingen te kunnen gaan doen. Ja. Nu, ik heb een aantal zaken... Uh, opgenoemd in het verhaal hier, en als ik uh, met HR-mensen spreek, dan zeg ik altijd, kijk, als je vanuit dat algemeen beleid dan nadenkt aan wat betekent dat voor HR, en ik zag ook altijd erbij, HR moet wel mee aan de directietafel zitten, mm -hmm. anders moet je ander werk zoeken, want uh, mm -hmm. je moet impact hebben, dan moet je eigenlijk een aantal dingen doen die altijd terugkeren. En bijvoorbeeld leiderschap is er zo een. Leiderschap is voor mij een strategisch speerpunt. Yeah. Leiderschap is zo belangrijk vandaag, ik zit... Men verwijt mij soms dat ik op de kap van de leidinggevende zit. Dat is niet waar. Ik wil juist hebben dat die leidinggevenden zeer goed omkaderd worden yeah. en zeer goed weten wat is dat vandaag leiderschap is. En ik zeg ook aan iets, Jaar, pas op wie je in een promotie leidinggevende maakt. Het is niet omdat je een zeer goede medewerker bent dat die medewerker ook straks mm. een goede leidinggevende kan zijn. Dus pas op, dat begint aan de voorkant al. Wie je daar in de leidinggevende rol zet. Want dat is een totaal ander soort job. Ja, ja. Dus leiderschap, dat is al één van het strategisch raamwerk van voor HR. jaar. Twee, eigenlijk performance, talentmanagement, hoe moet ik het noemen tegenwoordig. Stap af van die uh, klassieke evaluaties en kijken naar het verleden en dan een bonus geven. Stop daarmee. Ook de knip met de financiële prikkel doen. Mm -hmm. En ga de continue dialoog aan. Ik noem dat ook het goede gesprek. Dat is eigenlijk. Wanneer het nodig is, in gesprek gaan met uw medewerker over de toekomst. Over hoe zit hij er vandaag in? Hoe gaat het? Hoe lukt het met het behalen van jouw objectieven? Wat heb je nodig van mij? Tja, je hebt het vorige keer uh, niet goed gedaan. Wat is er gebeurd? Kunnen we het erover hebben? Constant dat goede gesprek en kijken naar de toekomst. Dat is ook iets. Eh, het performance management herbekijken en meer evalueren naar talentmanagement. Want iedereen weet dat vandaag. Uw job, mijn job binnen drie jaar, zal er anders uitzien dan dat is dat vandaag. is al zo lang niet dus, duren, dus, Voilà. Ja. Eh, ik hoor ik je graag zeggen. Maar dus die bedewerk moet daarvan bewust zijn dat hij constant, dat hij zelf voelt, ik moet hier constant mij ontwikkelen. En ja. zodat ik kan groeien. Dat is trouwens ook de grootste drijfveer voor een goede bedewerker. Ja. Ja, ja, um, dus leiderschap, performance management, talentmanagement, daarop goed inzetten. Mm -hmm. En dan ook een welzijn en welzijnsbeleid. Ja. Um, Pas op, ik, ik noem ze hier nu afzonderlijk, maar dat is gewoon heel alstublieft. Alles hangt aan elkaar vast. Hè? En als je, met, met die elementen allemaal, dan kan je overgaan naar een cultuur van waardering. Want mm. dan welk soort leidinggevende... Bijvoorbeeld, ik word vaak gevraagd door organisaties over leiderschap, een workshop gaan geven, help ons op weg. En dan zeg ik ook altijd aan het Rixi team wat is jullie visie op leiderschap binnen jullie mm. organisatie? Meestal weet men dat niet. Want de ene organisatie is de andere niet... En dan, dan begin je met oefeningen. Van, ja, hoe kijken jullie naar, naar, naar leidinggeven in jullie organisatie? Eventueel gebaseerd op jullie waarden. Die ze misschien wel hebben, maar niet altijd kennen. Hè, dat voel ik dan ook wel. Nee. Dus echt diep gaan van. Wat, wat, wat betekent dat voor jullie? Hoe willen jullie eigenlijk omgaan met jullie mensen op de werkvloer? Hoe willen je communiceren met elkaar? Hoe willen jullie dat leidinggeven leiding geven? Wat betekent dat dan voor jullie? Met workshops maken we dan zo'n aantal oefeningen, en dat komen er we wel uit. En dan krijgen we een visie op leiderschap, mm -hmm. waar bijvoorbeeld het aspect waardering bij sommigen expliciet zeer goed uh, aan bod komt, En waar je dan een aantal dingen kunt gaan doen uiteraard. Dus het moet beleidsmatig opgenomen worden ja. vanuit een algemene doelstelling. jaar moet gaan kijken wat betekent dat voor ons. Die elementen van leiderschap, performance management, talentmanagement en dan welzijn zijn, voor mij vier grote bouwstenen die heel vaak terugkeren, die een, een vierluik vormen om ervoor te zorgen dat je ook mm -hmm. een zeer goede cultuur van waardering kunt uh, gaan ja. installeren. Oké, okay. maar dat gaat tijd vragen. Absoluut, hè? Dus vandaar dat het ook beleidsmatig moet opgenomen ja. worden. Hè? Ja. Bij Dela hadden wij altijd een beleidsplan voor vijf jaar ver. Mm -hmm. Dus ja, waar ik daar straks van sprak, dat die doelstelling voor Dela van mensen en organisatie, dat was in 2020 opgemaakt voor 2025. Ja, ja. Dus gedurende vier, vijf jaar wordt ieder jaar opnieuw daar nieuwe projecten of projecten verder uitgediept of iets anders wordt verder aangebouwd om ervoor te zorgen dat in 2025 wij kunnen zeggen, allez, bij Dela, wij ja. hebben uh, betrouw, uh, betrokken Trots en vitale medewerkers. Ja, medewerkers. Uh, door ja. al die programma's die we ondertussen gedaan hebben. Ja, ja geef je ook een stukje focus, een stukje, een stukje verantwoordelijkheid. Voor mij zou ik ook zo die een stap op de horizon, omdat je eigenlijk nog wel weet van daar gingen we naartoe, ja. zijn, we, zijn we nog altijd op de juiste route. Hai, ja, ja. eindelijk. Hè? En het kan ook wijzigen, hè? laat dat duidelijk zijn. Ja, dat ja, die ja. vlag kan, kan verplaatsen. Ja, ja, hè? afhankelijk van, ja, ja, absoluut. Wat ik misschien ook nog wil toevoegen rond ja. waardering, hè? want uh, je hebt het woordje soft uitgesproken. Mm -hmm. Ik noem juist die dingen niet soft, want dat is het. Dat zijn vaardigheden waarmee leidinggevenden vandaag het meest struggelen. Ja. Zij kunnen zeer goed weg met allemaal operationele en technische dingen. Daar kunnen ze zich zeer goed mee overweg. Maar een gesprek aangaan van face-to-face, -face, fysisch, met een medewerker over moeilijke dingen. Mm. Dit is lastig. Dat is niet zo evident. En waardering uiten aan iemand is ook de waarheid zeggen. En waardering voor mij uiten wil ook zeggen, soms hard de waarheid zeggen. Ja, ja. Karel... We hebben vorige keer dat besproken. Vanuit waardering voor jou... Ik zeg al die woorden dan niet zo meteen. Maar mm -hmm. vanuit waardering voor Karel ga ik Karel zeggen... Kijk, Karel, jij moet een tandje bijschakelen. Want de volgende keer, ja. als dat niet betert, hebben we misschien wel een probleem. Ja. Maar het is ook uit waardering voor Karel dat je die kans geeft dat je dat bespreekt met hem. Ook dat is waardering. Mm -hmm. Is dat soft? Ik denk het niet. Nee, dat een leidinggevende wow. het moeilijke gesprek aangaat en, om te zeggen aan Karel... Uh, we moeten toch eens praten, hè, Karel, mm -hmm. want... Uh, en je kunt vertrekken van het goede gesprek, noem ik dat dan. En soms moet je ook eens een dapper gesprek hebben. En zeggen dan, Karel, we, hebben nu al, we zijn al een half jaar dat we samen zitten aan tafel. Ik ga nu het meeste worst case scenario op tafel gooien. En kijk, Karel, we hebben er alles aan gedaan. We hebben alle kansen gegeven aan jou. Je hebt het geprobeerd. We moeten vaststellen, het gaat niet. Misschien is het wel beter dat we dan ook afscheid nemen. Mm -hmm. Dat is moeilijk om te zeggen allemaal, dat klinkt hard. Maar Karel heeft er niks aan om in zo'n omstandigheid daar te blijven. Zijn collega's hebben daar ook niks aan, want hè, in het team voelt dat ook wel, dat Karel dan mm. veel aandacht krijgt, weten dat Karel eigenlijk niet mee kan. En de organisatie heeft daar natuurlijk ook niks aan. Dus dat zijn, zijn extremen, ja, ja, hopelijk ja, ja. moet dat niet te veel voorvallen, maar het gebeurt wel. En als leidinggever moet je dat soort gesprekken wel kunnen gaan doen. Mm. Maar ik vind het goed dat je het benoemt, dat inderdaad waardering ook betekent dat je moeilijkere gesprekken moet durven aangaan. En eigenlijk zit er voor mij zelfs al een probleem met het woord moeilijk. Waarom noemen we dat moeilijk gesprek? Je hebt het net dapper gesprek genoemd. Het feit dat we het een moeilijk gesprek noemen, maakt al dat we de andere kant op kijken en zeggen, we gaan toch nog een beetje wachten, het is niet het goede ja. moment, dat we gaan het uitstellen. Of we gaan er heel veel verhaal en, en dingen en stroop rond smeren dat de boodschap eigenlijk zelfs niet eens overkomt. Ah, die... ja, wij doen dat niet graag, hè? Nee. Wij doen dat niet graag. Als nee. ik zo na het eind van de sessie, als ik een keynote heb gegeven of workshop, vraag ik altijd, mensen, geef me eens feedback, hoe is dat nu geweest? En mm -hmm. eigenlijk wil ik dan horen, wat kan ik beter doen? Ja. Wat moet, doet men dan? Complimenten geven. Ja, en dan, ja. Nu heb ik altijd, zeg ik het altijd op voorhand. Kijk, je mag mij een compliment geven op voorwaarde dat je mij ook een tip geeft. Dan voelen ze <laughs> zich al een stukje comfortabeler. Ja, okay. maar wij, wij doen dat niet graag. Wij, wij zeggen niet graag aan iemand... Eh, en familieverwant ook, ik haat het. Hè, voor de lieve vrede dingen verzwijgen of, niet, mm. of verbloemen of weet ik veel wat. Goed, ik hè? ben iemand, ik leg graag de dingen zoals ze zijn op tafel. Dat kan mm. hard zijn legt de mensen op tafel. Ja. Nooit met de bedoeling om de ander te kwetsen. Wel om die situatie te benoemen zoals ze is ja? en om van daaruit dan te vertrekken. Ja. Als je dat niet doet, dan blijft dat zo onder tafel wat ja, etteren tot en tot opeens het... barst dat dan. Kijk wat er gebeurt in dit jaar een aantal bedrijven opeens barst de bom. En, en dan, dan komt er van alles eindelijk. Dan komt er van alles naar boven en dat moeten we moeten vermijden. Ja, oké. Okay. Oké, okay, een dapper gesprek, een effectief gesprek misschien, maar niet een moeilijk gesprek. Ik vind dat we dat ook moeten schrappen. Werkelijk gebruiken we niet meer moeilijk gesprek. Ook weg. Ja, voilà. We gaan hier ja. een aantal dingen schrappen. Het middel natuurlijk, ja, als je die woorden ja. gebruikt, dat, dat is psychisch. Het, ja, uh, je, je, je uh, zit er al tegenop door het woord ja. alleen. Oké, okay. dat is eigenlijk ja, een beetje het kader dat je schetst. En dat is uiteraard vrij veel werk. En je moet daar tijd en energie in steken. Het is een beleidsverhaal absoluut. Maar ik wil toch ook graag afsluiten met een paar quick wins. Ik spreek hier nu niet over tips en tricks. We weten allemaal wat het tijd kost. Uh, we gaan ervan uit dat bedrijven daarmee ook aan de slag willen gaan. Maar zo'n kleine successen boeken, dat helpt natuurlijk wel. Dat geeft goesting om verder te gaan. Dus heb je zo, om af te zetten, drie, drie tips um, die makkelijk zijn, die, die zo uh, kleine succesjes. Ja. Uh, ik ga de drie noemen die ik zelf gedaan heb. Dan weet mm -hmm. ik ook dat het, uh, want het is ook gelukt trouwens. En het eerste is heel simpel. Hè. En Dat is ook geleerd in, in Cambridge, MESH. Uh, mm -hmm. Make eye contact, smile and say hello. Ja. Dat is zo simpel, maar ja. je moet dat maar eens doen. Soms schrikken dan mensen, maar... Hè, maar schrikken mensen als je glimlacht? Als je dan als je... ook een hallo zegt of zo. Ja, ah, men, 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 ik loop maar eens in de straat hier ah, ja. Men loopt elkaar zo voorbij. Je Gent niet, hoor, Ludo. <laughs> ik geloof het graag. <laughs> maar laat staan, dan op de bedrijfsvloer ja. wordt ook soms... Hè, mensen lopen elkaar straal voorbij zonder enig contact. Ja, ja, dus als je gewoon al, zeker als leidinggevende naar jouw mensen... Hè. Ik heb het ooit voor gehad, als leidinggevende werd ik erop aangesproken, door een van mijn mensen. Ik kwam toe vanuit, vanuit Veunen naar mijn werkplek in een auto, met van alles en moet nog gebeuren, Wat moet nog gebeuren? Ik stap uit mijn auto, ik, ik ga het gebouw binnen. Ik passeer een van mijn mensen, ik, ik heb hem nooit gezien. Ik heb hem nooit gezien. Ludo, zegt hij, ik zou graag hebben dat je mij goedemorgen zegt als je oh. passeert. Nu, ik was wel content dat hij die feedback ja, had. Dat, en dat, dat, durft, dat illustreert ook, ook ja, dat er ja. vertrouwen eh, Er moet er wel zijn vertrouwen. Ik zeg. Uh, ga, 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 het was Mark of Karel. Het is me nu in wie het mm -hmm. was, hè. Mark, het moet niet altijd Karel zijn. Ik zeg, Mark, je hebt, je hebt gelijk. Het zijn mijn excuses. Je hebt gelijk dat je mij dat zegt. Volgende keer heb je zeker uw goedemorgen. Ja. En dat doet me dan wel na. Dat zijn kleine dingetjes hè, waar ja, medewerkers ja. enorm. Um, veel belang aan hechten. Mm. Dat is al een klein stapje om die cultuur van zie je mij? Hè? Ja. We zien elkaar en, en ik, ik zie jou en ik zeg jou goeiedag. Hè? Voilà, dat is een klein ding. Mm. Mesh. Okay. Ja, mesh. Mm. Twee andere dingen die ik gedaan heb, um, daar is het wel zo dat je misschien wel iets moet pijlen ook naar, is er al voldoende vertrouwen en veiligheid in het team? Mm -hmm. Als het niet zo is, dan moet je misschien een aantal dingen ook anoniem doen. Ik heb dat niet ja. gedaan, het was met naam. Ik ga twee voorbeelden geven. Het eerste, en de Antwerp Management School heeft vorige week nog een studie gelanceerd over werkdruk. Ik heb mm -hmm. er ook op gereageerd, want wat is dat, werkdruk? En we, we hebben toen in tijd met mijn team, het Jitjar van Dela, een oefening gemaakt van... Okay, hè, want het is altijd druk. Als je vraagt aan mensen, hoe gaat het druk, op druk, het werk? Druk, druk, druk. Cliché-antwoord. Ik haat het ook. En dus ik doe dat niet meer. Zeg, het is dus boeiend Schaffen op het we werk. Afschaffen, het ook af, Lido. <laughs> Weg erbij. Uh, maar dat is cliché-antwoord. Als je ja, dan veel tien mensen vraagt, hoe is het op het werk? Acht keer op de tien hoor ik druk, druk, druk. druk. Jongens... Nu, wat is dat dan werkdruk? En men mm -hmm. wijst dan naar de organisatie en dit en dat? Wijzen naar al, naar alle anderen, behalve naar zichzelf. Wat kan ik dan doen? En ja. ik ben iemand voor zelfreflectie. Ik heb dat echt geleerd in mijn leven. Voordat je kijkt naar anderen, kijk eens in de spiegel. Wat kan ik dan doen? Mm -hmm. We hebben met het team van dit jaar um, zo'n oefening gedaan. Van kijk, eerst definiëren wat is dat dan werkdruk? Werkdruk is een subjectief gegeven. Dat is het gevoel dat je hebt dat je werk niet kunt doen. Mm -hmm. En dat is echt een emotie, een gevoel van potverdik. Ik krijg het lastig of ik, uh, ik krijg stress. Ik kan niet al mijn werk doen. Hè. Dat is een emotioneel gegeven. Mm -hmm. Waar, dikwijls, soms ook... Niet waar, of dit, door, door dat gevoel. Nu, werklast, wat is dat? Dat is een objectief gegeven. Dat is bij wijze van spreken uw papierke A4, waarop staat: Vandaag moet ik al die taken ja. doen. Hè? Dat is mijn, mijn takenpakket voor vandaag. En wanneer krijg je dan werkdruk? Als je vaststelt dat je takenpakket niet gaat afkrijgen tegen vanavond. Mm. Dan krijg je werkdruk. Oh. En ik heb er een derde term bijgevoegd tegenwoordig: werkplezier. Waarom uh -huh. die ook over werkplezier nadenken? Dus je hebt werklast, werkdruk, werkplezier. En dan een oefening is van, wat kan ik... Wat is mijn invloed op elk van die drie? Mm -hmm. Die werkdruk druk. Wat maakt nu dat ik het zo druk heb? Wat kan ik daaraan doen? Bijvoorbeeld deelnemen aan meetings die eigenlijk, waar ik geen meerwaarde heb. Waar ik durf durven zeggen, ik ga dat niet meer doen. Mm -hmm. Of meer durven nee zeggen. Uh, of... Um, als iemand komt naar mij met een bepaald dossier en die vraagt tegenovermorgen klaar, durven zeggen, nee, het zal niet tegenovermorgen zijn, het zal pas tegen volgende week zijn. Dus ja. dat zijn zo dingen, assertiviteit en je mm -hmm. eigen werkplanning, om ervoor te zorgen, zelfzorg, dat de dingen die je belooft, dat je die ook effectief die ook kunt gaan, gaan doen. Het ja. ja. kan ook zijn, privématig, want we gaan dan allemaal naar huis en we hollen van het een naar het ander en de kinderen moeten naar de club en naar daar. Ook eens gaan kijken in hun vrije tijd, wat kan ik daar gaan doen, mm -hmm. waardoor het mij het leven een beetje uh, gemakkelijker wordt. Dus die werkdruk... Um, wat kan ik welke impact heb ik daarop wat kan mm -hmm. ik daaraan doen, dat is één uh, hetzelfde voor werklast mm -hmm. en voor werkplezier hè, vanuit die ik, hè, werklast, mijn takenpakket is dat niet te veel kan ik eens met mijn leidinggevende gaan spreken in het, in het goede gesprek van mm -hmm. best leidinggevenden, jij vraagt mij dat allemaal, maar kijk, ik heb niet de middelen om dat te gaan doen, kunnen we het daar eens over hebben dus je kunt je werklast ja. bijvoorbeeld gaan verminderen. Of middelen krijgen dat je toch je werklast kunt gaan invullen, waardoor je dan minder werkdruk hebt. Mm -hmm. En werkplezier kan je natuurlijk ook gaan bekijken. En die oefening doe je vanuit jezelf, ik, mm -hmm. maar ook mijn team. Wat oh ja. kan mijn team doen op vlak van uh, werkdruk, werklast en werkplezier? En dan ook de organisatie. Okay. Ik heb die oefening gedaan met mijn HR-team een aantal jaren geleden. En ik was eigenlijk verwonderd dat er heel wat dingen naar boven kwamen vanuit de ik. Ja, want ik had gedacht iedereen gaat zeggen dat ja, het is door het team of het is door de organisatie, maar als men daar goed over reflecteerde, ah, ja. lagen er heel veel dingen bij henzelf. En dit hen de ogen open. Ah ja, tja, ik heb hier wel een aantal dingen in de hand die ik zelf kan um, doen om ervoor te zorgen dat mijn werklast haalbaar blijft, mm -hmm. dat mijn werkdruk vermindert en dat ik meer plezier in mijn werk krijg. Mooi. En dat werd dan samen besproken. We hadden allemaal die oefening gedaan, werd bij elkaar gelegd, allemaal besproken. Ja. Dat was een. Dat was een eh, dat, en dat is ook een, een vorm he? van waarderen ja. voor elkaar, is Absoluut. luisteren. Waarom heb jij het zo druk altijd? Dat, dat men daar luisteren om te begrijpen, niet om te antwoorden, echt mm. luisteren om te begrijpen. Tja, atja, ik wist dat niet dat, dat bij u zo, zo hoog zat. Of, en dat is ook een vorm van waardering om op zo'n platform dan in die meeting tijd te maken voor elkaar. We hebben die oefening ook extern gedaan om gewoon mm -hmm. dat een andere dynamiek te creëren. Uh, dat was wel valabel en dat heeft geleid tot een aantal actiepunten op individueel niveau. Op teamniveau en dan van mijn rol naar de organisatie, de organisatie. een aantal dingen gaan bespreken, kunnen we een aantal dingen anders gaan doen. Een andere, dat was een tip-top-oefening. Uh, daarin moet er wel veiligheid en vertrouwen zijn als je het niet anoniem wilt te doen, als je het mm -hmm. echt wilt te doen. En daar had ik gevraagd aan het team: van kijk, uh, geef aan elke collega of maak voor elke collega een tip en een top. En stuur mij dat door. En dat mm -hmm. was een individuele oefening ter voorbereiding. Dus ik had dan, we waren met twaalf, had ik dus een hele resume. Per in, dus van elke medewerker, 11 tips, 11 tops. We hebben dat geprojecteerd, een beetje ludiek, met foto's ook, op een groot scherm. Met naam en toenaam. Ik had dat gevraagd Oeh, vooraf. Ja, ja, hè? ja, dat moet hè? inderdaad zeer dat zijn. Dan moet je checken hè? vooraf. Ja, ja, ja. Hè? Dat was ook extern op linkeroever ergens, mm -hmm. in, in een mooie zaal. Je ziet dan die foto van de betrokken medewerker, want elk kreeg zijn beurt, met de tips en de tops. Daar, hebben, daar zijn draadjes gevloeid. Maar heel open, en wat mij voornamelijk uh, uh, wat ik leuk vond, dat was bij de tips. Dat die tips meestal over hetzelfde gingen. Vanuit de verschillende collega's. Hè. Bijvoorbeeld één voorbeeld. Ik ga geen naam noemen. Maar de, de persoon in kwestie zal wel weten. als hij het hoort over wie ik het heb. Uh, iemand die nog erger is uh, in zijn agenda. Uh, qua chaos en zo. En planning en, en uh -huh. dingen die opvolgt. Dat kreeg je als feedback. Uh, ik ga een andere naam terug gebruiken. Maar ik ga Mark gebruiken. Want er was uh -huh. geen Mark in mijn team. Mark, mijn tip voor jou is. Zorg een keer dat uw planning dat dat beter in elkaar ja. zit. Want ik, ik reken wel op jou. En als, ik, als, als dit niet in orde is tegen die datum. dan leidt mijn werk daaronder. dan verhoogt mijn werkdruk ook. Hè. Ja. Want je combineren ja. dat ook allemaal. Hè. Mm -hmm. En dan hebben wij voor Mark. Iets op punt gezet, zodat hij een soort opleiding, weet ik veel wat, ervoor, die ervoor moest zorgen dat hij beter zijn planning kon organiseren. Mm -hmm. Dus dat was heel mooi om te zien, maar ook de tops heel mooi. De waardering voor elkaar. Wat waardeer ik in de ander? Dat was dan die top en dat wordt dan gedeeld in de groep. En ik kan u garanderen dat die dynamiek, die energie die daar aan kwam, dat was enorm. En dat zijn kleine stapjes. We hebben dat dan uitgebreid voor de teams die het wilden binnen Dela andere teams. iedereen is erop ingegaan, mm -hmm. soms zijn daarop ingegaan uh, anoniem. Ander dan waar ze zijn, oké, okay, het mag met naam. Mm -hmm. Begeleid door iemand van dit jaar. Maar dat zijn zo, en dan heb je zo'n uitdijneffect. Om, om ervoor te zorgen dat dat zo doorsijpelt in de organisatie. Ja, 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 ja. van hoe, gaan, hoe willen we eigenlijk omgaan met elkaar vanuit die waardering. en toch ook assertief naar elkaar toe. Ja. Dat zijn zo quick wins die je kunt doen. maar nogmaals, zorg wel voor die veiligheid. Ja, het en moet en inderdaad wel veilig want, uh, zijn als ja. het niet anoniem is. Maar uh, ja, dat zijn heel, drie heel concrete tips. En ge, ge, je triggert er eigenlijk een bij mij. Ik zou daar precies willen aan toevoegen, iets wat ik zelf heb ervaren naar waardering toe. Ik, uh, ik moest op een stoel gaan zitten. Nee, moest, er werd mij gevraagd om op een stoel te gaan zitten met mijn rug naar uh, het publiek van collega's. En die mochten allemaal complimenten over mijn werk, over mij, over hoe dat ze mij kenden dat als mevrouw. vrouw. Als we... Ik ben nu geen. Persoon, ik ben wel een emotioneel persoon in de zin dat ik heel heftig op dingen kan reageren, maar ik ga nu niet in het openbaar tranen laten. Ah, wel, ik heb geweend dat ik ja, een klein kind ja. Ludo. Dat was ongelooflijk hoe dat, dat binnenkomt. Ja. En het feit dat ik met mijn rug zat, maakte dat, dat ik de schaamte niet voelde van oh, ik begin precies te weren. Dat was zo mooi. Ja. Dus... En daar kwamen, daar kwamen dingen uit dat je dacht van oh mijn God. Vandaar het, wow, het, yeah. het belang van waardering. Hè, mensen, dat het is gewoon een basisbehoefte van, voor de mensen hè, om af en toe die authentieke waardering yeah, te krijgen. En bij de ene deur. is dat anders dan bij de andere. Yeah. En ook dat is een uitdaging voor de leidinggevende. One size fits all. Vergeet yeah. het. Eh, als hij zijn mensen goed kent, dan weet hij dat Katrien toch wel wekelijks graag een keer heeft dat ze hoort hoe goed ze mm -hmm. bezig is. Dan weet hij dat uh, Julien, dat die zegt, hè, want die is al jaren in de organisatie, en die zegt aan deze leidinggevende nou, het is goed hoor. Ik begrijp wel dat je dat wel toen als leidinggevende, maar voor, voor mij hoeft voor mij dat, mij niet, moet dat niet. En als je mensen goed kent, dan weet je ook ja. op welke manier. Het is allemaal individueel. Dat maakt het toch mm -hmm. zo moeilijk als leidinggevende vandaag. Dat is niet evident. Maar dan weet je, als je Pappenheimers kent, dan weet je ook de beste manier om hen te waarderen. En de ene wil dat meer dan de andere. De ene wil dat misschien iets explicieter ook dan de ander. En dan moet je leren als leidinggevende. Mm -hmm. Het moet altijd authentiek en spontaan blijven. Ja. Wat je ook doet. Wat ja, ja. ja. doet zoveel Lekker. met de mensen. Omdat je nu dat voorbeeld geeft, toen we ook denken. Ik zat op een congres in Utrecht. 300 man in de zaal. En ook daar zegt men: Ik heb één iemand nodig. We gaan een oefening doen. Eén iemand. We gaan die persoon meepakken uh, buiten, de, uh, buiten de, de zaal hier. Buiten de, uh, de, de grote zaal. Uh, en die gaat een opdracht krijgen. En jullie mogen niet weten wat, de rest in de zaal. Er is een dame die haar hand omhoog steekt. En die, die gaat mee met, de, met een van de begeleiders naar buiten. Dit was juist omgekeerd. Wij kregen een opdracht, maar die dame wist dat niet. En die, die trainer zei gewoon van, kijk, zegt hij, als straks die dame terug binnenkomt, gaan wij allemaal rechtstaan staan en beginnen applaudisseren. Hmm. En roepen en, en heel enthousiast zijn. Die dame wist dat dus niet. Die had zo gezegd een opdracht gekregen. Nu, één na vijf minuten, die dame komt binnen. Heel die zaal springt terecht, begint te applaudisseren, en te feliciteren en te doen. Die dame stond eerst aan de grond genageld en dan smile, smile, smile. En achteraf mm -hmm. hebben we haar ook gevraagd: wat deed dat nu met u? Want er was geen reden toe, het was nee. een oefening. Ja, toch een boost van energie, van ja. wauw, wat dat allemaal teweeg kan brengen. En dat, dat zijn kleine dingetjes allemaal. Hè. En, en, want dat is nu in, in, in kunstmatig in een zaal. Maar dat is gewoon doen in uw team. Hè. Want je moet ook in, in een groep mensen waarderen. En mm -hmm. zeggen: Kijk, vorige week heeft uh, Mark een presentatie gegeven voor het directiecomité. Wel, collega's, ik wil jullie toch wel eens zeggen: Mark heeft dat schitterend gedaan. Mm -hmm. De directieleden waren vrij content. Ja, Mark zal, Mark zal. Hè. Ja, dat zijn niet. kleine dingetjes. Ja, ja. Hè? En dat is iets anders dan weer een cadeautje geven of ik weet niet wat. Hè? Dus, <laughs> <laughs> ja, ik, ik, vind, ik vind het eigenlijk een schitterende... Want ik, heb, ik heb in de intro iemand oprecht waarderen kost niets, maar het is onbetaalbaar. Ja, voilà. Dit is daar gewoon ja. een heel mooi voorbeeld ja, dan, van. Die hè? staat ook in mijn boek, want uh, ja. dat is... Ik vind het prachtig. Ja, nogmaals, ja. ik wil u niet uh, hier um, afgeschilderd worden als iemand die tegen recognition programs is nee, en nee. zo. Hè? Want die bestaan allemaal, die zullen hun nut hebben, absoluut, op voorwaarden... Ja. Dat die waarderingscultuur authentiek is. Ja. Want als iemand. En ik heb zo in mijn boek um, een, een aantal getuigenissen. Mm -hmm. Van kaderleden van een groot bedrijf. Met een kader. Gouden kooi tot en met. Ze krijgen daar alles. En op het eind van het jaar. Maar die zegt: Mijn lijnen neemt tijdens het jaar. Die ziet mij bijna niet staan. Hè. En dat was een dame die is aan het wenen geweest. Ik had die nog nooit gezien. Hè. Die is ingegaan op mijn vraag. Ik zocht getuigenissen. Die is gewoon beginnen wenen. Hè. Mooi. En die zat daar al twintig jaar, middenkader. En ik zeg ja, tegen haar, waarom blijf je daar dan? Ja, Gouden kooi, hè? En wat, uh, ik ga dat... Ten koste van wat dan? Ten koste ja. van wat? En mensen, en dus die, die, die zei ook... Voor mij zijn het niet meer belangrijk. Maar ja, de stap om dan te veranderen voor mensen die al zo lang daarin zitten, is blijkbaar is niet gemakkelijk. Ja, ja oké. Okay. Ik denk dat er nog veel verhalen in je hoofd zitten, maar we gaan het hierbij laten, want anders gaan mensen hun boek niet meer lezen. Ze moeten hun boek lezen. <laughs> ik vind het echt, het is, het is, het is heel uh, vlot geschreven, de, de, met een heel uitgebreide literatuurlijst ook. Dat vind ik ook altijd interessant, ja. van, de onderzoeken staan erbij. Dus je kunt eigenlijk als je verder gaat, kunt je nog verder ja, vanuit absoluut. verschillende invalshoeken. Dus ik heb het echt waar, oprecht, eerlijk waar, heel erg graag gelezen. Dat is fijn om te horen, dankjewel. Absoluut. Dankjewel voor deze podcast, Ludo. Graag gedaan. Dankjewel ook aan jullie om te kijken of om te luisteren. Vond je deze podcast fantastisch? Vertel dat dan natuurlijk aan zoveel mogelijk mensen verder. Heb je honger naar meer? Weet dan dat er nog heel veel afleveringen te bekijken of te beluisteren zijn op ons YouTube-kanaal of via jouw favoriete podcast-app. En het allerbelangrijkste: It's a great time to be in HR. Tot de volgende.